Ze kunnen het gewoon eigenlijk, ze kunnen het gewoon niet maken. Nee, die energiemaatschappijen. Zo'n Eneco en die Essent en die Vattenfall. Die lopen zich toch verschrikkelijk te misdragen, vrienden. Dat kun je toch gewoon niet maken. Nee, er zit ook geen enkel inlevingsvermogen bij die mensen. Geen empathie. Ze hebben helemaal niet in de gaten hoe groot die nood is. Gewoon bij heel veel mensen in Nederland. Nee. Ze hebben nooit eens een keer bij zichzelf nagedacht. Ja, hoe kunnen wij nou het verschil maken? Hoe kunnen wij nou echt helpen? Nee, intussen zijn ze gewoon onbereikbaar. Ja, ga niet in gesprek met de klanten, met de mensen in nood. Van, ja, wat kunnen we doen aan uw rekening? Hoe kunnen we het een beetje verlichten? Hoe kunnen we u een iets zorgelozere winter bezorgen? Nee, dat zit er gewoon niet in bij die energiemaatschappijen. Gewoon zoeken naar een oplossing. Nee, in plaats daarvan, wat doen die gasten? Die sturen alleen maar rekeningen rond naar mensen die nog harder schrikken met nog grotere bedragen en nog hogere tarieven. Dat is het enige wat ze de afgelopen tijd hebben gedaan. En intussen maar lastig zijn in al die gesprekken over het prijsplafond met het kabinet. Want dat was ook allemaal zo verschrikkelijk moeilijk voor ze. En dan pas geleden, dan hebben ze weer gewoon op een hele korte termijn weer het tarief verhoogd. En dat mocht niet. Volgens de wet, nee. Maar toen wilden ze toch doordouwen. En toen kregen ze een waarschuwing. En dan moesten ze anders een boete betalen. Toen kon het zeker wel. Ja, maar wat doen ze dan? Dan zeggen ze, ja, nee, die maand, die komt gewoon, die krijgt u er later bij. Dus wat mensen dan in 3 maanden moeten betalen aan verhogingen, gaat nu in 2 maanden. Dat is mensen die helemaal geen kant op kunnen. Die zijn daar dan toch totaal niet mee geholpen. En zij helpen toch ook helemaal niks met dat prijsplafond. Want je kan wel dat prijsplafond kun je er wel inzetten. Maar als je maar constant die tarieven blijft verhogen, dan heeft dat toch geen enkele zin, beste vrienden. Maar dat doen ze wel daar, bij die energiemaatschappij. Ja, ze geven niet alleen de indruk, het is gewoon zo. Ze profiteren gewoon van deze hele slechte omstandigheden. En dat maakt mij razend gewoon. Ja. Ik stoor me hier nu al een hele tijd aan. Vandaar dat ik moet hier gewoon iets over zeggen. Ze kunnen het gewoon niet maken wat ze doen. Ze maken enorme winsten op dit moment. Het is werkelijk schrikbarend. En ze willen de klanten op geen enkele manier compenseren. En ook een beetje laten meegenieten van hun enorme winsten. En wat zegt Brussel nu dan? Brussel zegt, maar wacht even. Daar gaan we mee stoppen. Want jullie gaan 20% van die winsten, die moeten jullie afdragen. Zodat wij de mensen kunnen helpen. Maar let op wat zij gaan doen dan, die energiemensen. Want die energielui, vrienden, dat is echt slecht volk. Geloof me nou. Wat gaan die doen? Die gaan hele grote boekhoudtrucs. Die hebben daar enorme goochelaars zitten. Die zijn daar zeer bedreven in. En dan zijn die winsten ineens heel veel minder hoog. Ja, hoe is het mogelijk, hè? Dat zit er allemaal aan te komen. En ik wacht alleen maar op het moment dat mensen het gewoon niet meer pikken. En dat mensen bij zichzelf denken, ja, maar genoeg is genoeg. En nou niet meer. En dan denk ik alleen maar, wanneer komt de dag, hè? Dat jullie zeggen van, nou, ik verscheur gewoon die rekening. Of nog beter, ik ga hem gewoon helemaal niet meer betalen. Klaar. En zoek het uit. Of gaan met z'n allen de straat op. Zoiets, vrienden. Want nogmaals. Die energiemaatschappijen. Ze kunnen dit niet maken.